Teddy Millis, nummer 1482 met een uitzending voor vandaag. Nee, 1483. 28 november 2018. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag twee delen van de serie over geheime elektronica. En daarnaast is er op het eind data. Er is een 8 PSK, een PSKR. PSKR 63 met 32 carriers. En dat is bij 1500 hertz, maar hij schakelt automatisch. Deel 22 over geheime elektronica. Nog steeds zonder elektronica, vrees ik, want ik had opnieuw niet heel veel tijd vandaag. Eergisteren had ik het over ene Igor Guzenko, een crypto-analyst op de Russische ambassade in de Canadese hoofdstad Ottawa. Ja, je weet wel, die ambassade die in de brand stond en niet geblust mocht worden. Die Guzenko die liep in september 1945 over naar de Canadezen. De reden dat hij overliep was dat hij niet tevreden was met de kwaliteit van leven en met de politiek in zijn vaderland, de USSR. Toen hij te horen kreeg dat hij en zijn familie naar de Sovjet-Unie terug moesten, liep hij over. Hij liep simpelweg de voordeur van de ambassade uit met een aktentas vol Russische codeboeken en andere versleutelingsmaterialen. Vervolgens liep hij in eerste instantie een politiebureau binnen, maar de politiemensen die weigerden simpelweg om zijn fantastische verhaal te geloven en ze stuurden hem weg. Hij stapte vervolgens naar de krant, de Ottawa Journal, maar de nachtredacteur al daar, het was later op de avond inmiddels, die was ook niet geïnteresseerd en die stelde hem voor om naar het ministerie van Justitie te gaan. Maar daar was 's nachts, toen hij eraan kwam, niemand aanwezig. Hij werd vervolgens doodsbenauwd dat zijn vroegere collega's hem al door zouden hebben. Dus hij ging vervolgens eerst naar zijn huis om zijn familie in veiligheid te brengen. Dat had hij goed gezien. Hij verstopte ze voor een nacht in het tegenoverliggende appartement, dat van zijn buurman, in hetzelfde gebouw. En die buren die hielden hem verborgen. Via het sleutelgat zag hij vervolgens hoe een groep Sovjet-agenten in zijn eigen appartement inbraken. Die begonnen daardoor zijn bezittingen te zoeken en alles overhoop te halen. En ze gingen pas weg toen de politie van Ottawa gealarmeerd werd en ter plekke kwam. De dag erop lukte het hem wel om bij de politie contact te leggen met mensen die zijn situatie na onderzoek van wat hij bij zich had serieuzer namen. Hij werd vervolgens naar de locatie Camp X gebracht, een geheime trainingfaciliteit uit de Tweede Wereldoorlog. Hij werd daardoor geheime diensten van Canada, Engeland en de VS werd hij uitgebreid gehoord. Die waren natuurlijk erg nieuwsgierig naar wat hij te vertellen had. Het verhaal gaat overigens dat de eerste minister van Canada, William King, in 1945 niets met de zaak Guzenko van doen wilde hebben. Hij wilde de Russen niet tegen de haren instrijken. Dat was begrijpelijk, hij was in de oorlog ook premier geweest. Hij wilde alles doen om een nieuw conflict te voorkomen. Maar zijn onderdanen die gingen voortvarend te werk. En voordat hij, het was al zo ver gevorderd dat hij er niks meer tegen in kon brengen, zeg maar. Ja, het overlopen van Guzenko, om dat aan te geven, had grote gevolgen. Hele netwerken van spionnen in Canada werden er in 1945 en 1946 door ontmaskerd. Onder andere een netwerk dat er vermoedelijk op uit was om nucleaire informatie van bijvoorbeeld het Manhattan-project, waarin Canada een grote rol speelde, door te sluizen. Diverse bekende figuren werden door het overlopen gearresteerd. Zo werd het enige lid van de Canadese Communistische Partij die ook in het parlement zat veroordeeld. En verder Canada's top-econoom van die dagen, Agatha Chapman. Nou, tot zover geheime elektronica. Dit is deel 23 van de serie over geheime elektronica. Vandaag ga ik in op een curieuze afluisterzaak die nooit is opgelost. De zaak staat bekend als de Griekse afluisterzaak en ook wel als de Griekse Watergate. Tussen 2004 en 2005 werden er meer dan 100 mobiele telefoons op het netwerk van Vodafone Griekenland afgeluisterd. Dit waren voor het merendeel telefoons van leden van de Griekse regering en van topambtenaren. Ook de telefoon van de premier en van de burgemeester van Athene werden afgetapt, maar ook van een Griekse medewerker van de Amerikaanse ambassade. Technisch gezien vond de hack plaats in de netwerkswitches van Ericsson die door Vodafone in Griekenland worden gebruikt. Op deze apparatuur was niet geautoriseerde software geïnstalleerd die voor het afluisteren gebruik, CQ, misbruik maakte van dezelfde hardware die door bijvoorbeeld de Griekse politie gebruikt werd om een telefoon af te tappen. Een voorziening dus die speciaal voor dat doel in zo'n centrale is ingebouwd. In moderne mobiele telefooncentrales vindt het legale afluisteren op het niveau van de netwerkswitches plaats. De door Vodafone Griekenland gebruikte Ericsson AXE telefoonexchanges doen dit via een subsysteem van de afstandsbediening van zo'n netwerkcomponent die de tap fysiek uitvoert en het wordt geadministreerd door een zogenaamd interceptiebeheersysteem dat uit software bestaat en dat zorg draagt voor de administratie.
Om het ongemerkt uitvoeren van een zodanig grote illegale tap mogelijk te maken, vereist een aantal speciale omstandigheden. Op de getapte exchanges, CQ switches, moest het afstandsbedieningssysteem wel in gebruik zijn, maar de administratiesoftware niet. Op het moment dat het gebeurde was de betreffende software voor de legale taps door Vodafone nog niet aangeschaft. In een eerdere update was al wel de software voor de afstandsbesturing mee geïnstalleerd. Overigens moesten daarnaast de hackers blijvend toegang hebben tot de afstandsbedieningssoftware om wijzigingen te kunnen aanbrengen zonder dat de beheerders merkten dat er iets aangepast was. Normaal gesproken zouden al dit soort wijzigingen in een systeemlog zijn genoteerd, maar de hackers hadden een rootkit geïnstalleerd die ervoor zorgde dat de wijzigingen konden worden uitgevoerd zonder dat dit werd geregistreerd en ook zonder dat het bij een controle duidelijk werd dat de software veranderd was. Het leek alsof de zaak gewoon ongewijzigd was. Bij een afgetapt gesprek werd er een tweede verbinding gemaakt naar een van in totaal 14 anonieme prepaid telefoons die zich binnen het netwerk van Vodafone moesten bevinden, maar die zo goed als niet te achterhalen zijn. Ten tijde van het afluisteren bevonden die telefoons zich overigens allemaal in de omgeving van Athene. De tap werd ontdekt toen er een foutje optrad na een update van de intruder software van de hackers. Door die fout werden van een aantal Vodafone klanten de sms-berichten niet meer verstuurd. Bij de oplossing van dat probleem verzond Vodafone vervolgens firmware dumps naar Ericsson om uit te laten zoeken wat er aan de hand was. Ericsson die vond de betreffende illegale code, die bestond uit ongeveer 6500 programmeerregels in de programmeertaal Plex. Het schrijven van dergelijke software in een nogal obscure programmeertaal voor zo'n specifieke toepassing vereist een enorme expertise. Ericsson liet dit op 7 maart 2005 allemaal aan Vodafone Griekenland weten. Die verwijderden daarop direct de software. Het is de vraag of ze daar verstandig aan deden, want door die software te deactiveren, voordat er aangifte werd gedaan, raakten de daders waarschijnlijk al op de hoogte en vervolgens konden daardoor dus niet verder naar ze worden gespeurd. De zaak is dus nooit opgelost. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.